vervallen. Dat scheelt al. En de inkomsten, die kunnen omhoog. De sfeer in het huis is wel een beetje veranderd. Ik merk gewoon dat mijn ouders anders zijn tegen elkaar dan vroeger. Nu heb je 2 zoons en Talia, kost dat? Nee, dat hebben we eigenlijk... we hebben er überhaupt nooit over gesproken. Niemand die geeft graag geld zomaar weg. Maar ja, het zijn wel mijn ouders. Als je kijkt volgens de normen zoals die daarvoor staan, zou jullie oudste zoon, die zou maar liefst 300 euro per maand kunnen bijdragen. Ik denk dat je net dat stukje meer lucht hebt dan wat je nu hebt. Als je niet in een andere hulps komt. Ja. Hoi. Met geluidsinstallatie. Bij je laatste zegt dat thuis het nu nog een waarde van 200 euro. Blijf op in je boek. Ik schrijf op. Ze hebben bijna het hele huis doorzocht. En de opbrengst, die valt tot nu toe vies tegen. En dit is toch wel even fantastisch. Ik ga zo op prullen voor als je echt zit. Maar we leven met de beste vertolker van het levenslied RTV Noord-Holland 2016. Zet omdat ik zag dat die inboedel zo'n 9000 euro waard was. En die, dat is nog niet eens mijn auto. Totaal. Dus daar was ik wel eventjes perplex van. Los van het huis zijn er ook nog overgeschulden. Er is natuurlijk een lening waarvoor je die spulletjes hebt aangeschaft. Want een auto, dat is natuurlijk een bouw aan het huis. Ja. Als je dat optelt, is dat... min 37.500 euro. Nou ja, dan hebben we natuurlijk nog het huis. Op het huis zit de totale hypotheek van maar liefst 191.250 euro. Dat is fors. He, maar dan gaat er nog wel een paar van af. Van 12.232 euro. En dan moet je natuurlijk vervolgens kijken, wat is het huis waard? Volgens mij worden huizen, als we het huis kwijt zijn, zo'n beetje rond de 160 verkocht. Dat niet. De teleurstellingen stapelen zich op. Nancy en Albert zetten zich schrap voor de definitieve conclusie. Hoeveel zijn ze waard? Spannend. Maar je verwendt ze bijna te veel. En dat gaat dan een beetje ten koste van jou. Als je het plan van Jacqueline volgen, dan... Kom je hart, blijf lekker.
jij er financieel voor staat, reken het uit op sbs6.nl of met de SBS6-app. Als je een programma maakt over geld, dan moet je natuurlijk ook een bezoekje brengen aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam. De duurste winkelstraat van Nederland. De mensen die hier hun kleding en hun dure juwelen kopen, die hebben of heel veel geld of heel veel schulden. Dus kijk of ze ook een beetje openhartig zijn. Meneer, mag ik zo op de zaak? Hey. Hey. Maki. Pas erop, hè.